kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik een brood maken. Ik kocht deze bakmix bij Lidl. Bij deze bakmix hoeft alleen maar water. En hiermee kun je dan een speldbrood maken. Dus ja, laten we beginnen. Op de verpakking van de bakmix staat precies beschreven hoe je het moet doen. Zo kun je dit brood maken in een broodbakmachine, maar ook in de oven. En ik ga dit brood in de oven maken. Nou, wat je als eerste moet doen, is de bakmix in de kom doen. Je moet je helemaal in de kom doen. De verpakking knoeit af en toe al een beetje. Zelfs al leg je hem in je winkelmandje, dan komt er al een beetje meel uit. Houd de beschrijving hier eventjes bij. Je moet 320 ml lauwwarm water bij. Dus dat ga ik erbij gieten. En vervolgens moet je met een handmixer met kneedhaken, dat zijn deze, op de hoogste stand ongeveer 5 tot 7 minuten mixen tot het een glad deeg wordt. Nou, gaan we dat eerst doen. Op de hoogste stand. Nu is het een glad beslag, zoals je ziet. En nu dek ik hem af voor 20 minuten. Ik doe het eventjes met een folie, want ik weet niet hoe hoog die gaat rijzen. En daar overheen doe ik een handdoek. En dan moet je op een warme plaats zetten. Dus ik neem even mee naar de woonkamer. En daar laat ik hem staan voor 20 minuten en dan gaan we verder. Het deeg heeft 20 minuten op een warme plek gestaan. En zo ziet het er nou uit. Even een plastic eraf halen. En nou moet ik dat hier op. Het moest een beetje bloem. Staat hier. Even kijken hoor. Bestrooi het werkblad licht met bloem en kneed het deeg tot een bal en vervolgens tot een langwerpige vorm. En leg het deeg dan in de ingevette vorm. Dus die heb ik al even ingevet. Nou, ik ga het deeg op de aardigton
laten vallen, denk ik. Toch niet. Ik denk dat ik het toch even zo met mijn handen eruit haal. Oh ja, kijk. Zo gaat het al. Dit tot een bol kneden. Het is best zeg maar plakkerig, dus ik weet niet zo goed hoe ze dat zien. Maar misschien met de bloem erbij. Oké. Lief! Weer even komen? Ja. Kun je even uit dit kastje? Ik zit helemaal honger. Ja. En dan een bloem. Ja. En een beetje hierop strooien. Ik moet niet te hard strooien, maar gewoon een klein beetje. Het is super plakkerig. En een klein beetje zo verdelen. Dat ik er dan iets mee kan. Ja? Ja. Hier nog een beetje. Nu kan ik er misschien een bol van maken. Nou, niet echt. Is dat lekker? Huh? Ja, maar ik moet hier een bol van maken. Dit is toch veel te. Dit is toch veel te plakkerig? Ja, het komt wel goed. Geen zorgen. Niet zo. Ja, het gaat best wel goed. Moet er nog wat bij? Ja. Ik doe me een beetje mijn handen. Zeg hem stop. Ja, stop maar. Dat was het? Ja, dat was het. Dankjewel. Oh, ik ben echt fijn. Ik zie dan voor mijn moeder. Ja. Oké, nou, het is super plakkerig. Dus Marco heeft er een beetje bloem bij gedaan. Omdat ik echt hele vieze handen heb. Maar goed, de bedoeling is dus dat je hier een bol van maakt. Ik snap niet precies hoe. Ik ben niet iets vergeten of zo. Nee. Dus ja, ik ga dit in een langwerpige vorm moet je het maken. Maar het gaat in geen enkele vorm. Dus wat ik ga doen. Ik ga dit gewoon in de vorm doen waar ik het in ga bakken. Zo, het is echt heel plakkerig. Ik heb geen stap overgeslagen, dus ja, dat weet ik niet precies. Maar het ruikt wel goed. Het, zeg maar, het ruikt wel gewoon naar brood. Dus ja, ik ga zoveel mogelijk van het aanrecht afhalen. En in de vorm doen. En van mijn handen afkrijgen natuurlijk. Nee, ik heb van alles een beetje geprobeerd. Nog wat bloem erop, zoals jullie zagen. Maar dat... Zo. Dat is niet echt de oplossing. Maar het maakt niet uit. Zo gaat het ook gewoon wel goed. Ja, meer dan dit krijg ik er niet in. Dus ik ga heel even mijn handen wassen. Ik snap het niet helemaal. Misschien dat er een e-mailadres op staat of iets dergelijks. En dat iets. Ja. Dan kan ik eens vragen aan Lidl. Of dit is van Belcake. Dat is natuurlijk het merk. Die Lidl verkoopt. Ik ga toch eens vragen ja, of er misschien iets is wat ik niet goed heb gedaan. Maar ja, dan zou het een stap zijn die hun zijn vergeten op de verpakking te zetten. Nou, wat ik nu ga doen, is dan gewoon vol goede moed verder.
is, we doen er weer plastic overheen. Dus nooit aan de andere kant. Zeg maar, ik had net deze kant naar binnen en nu de andere kant even naar binnen. Dan doe ik er weer een handdoek over. En dat moet nou op dezelfde plaats, want ik zet het gewoon weer in de woonkamer, voor 45 minuten staan. Dus, ik ga weer mijn klokje zetten. 45 minuten vanaf nu. Dus dan kom ik daarna weer bij jullie terug. Het brooddeeg staat in de vorm op de vensterbank. En zoals je ziet, zit er al een kleine bobbel hier onder de handdoek. Dus het gaat goed, nog ongeveer 10 minuten rijzen. Ik ga nu de oven voorverwarmen op 220 graden voor 10 minuten. En achter in de oven zet ik een bakje water neer. Dat zal straks het volume van het brood wat vermeerderen. Staat hier ook op de verpakking. Er staat zet voor een beter broodvolume een met water gevulde vuurvaste schaal op de bakplaat met het brood. Tja, dat ga ik natuurlijk zeker doen. Zoals je ziet heb ik het rooster onder in de oven geplaatst. En de bak met water achterin op het rooster. En nu ga ik de oven dicht doen. En zet ik hem op 10 minuten. Zodat hij kan gaan voorverwarmen. De oven is voorverwarmd. Ik ga kijken eens even hoe ver die gerezen is. Ik ga hem gauw in de oven zetten. En ik zal dan even vertellen hoe lang dat moet. Ik probeer dit er even goed af te krijgen. En een deurtje dicht. 40 minuten. Oké, je moest dus eigenlijk een theedoek over deeg doen. Ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb, want hier zit nog iets van deeg aan. Ik had er vers houtfolie overheen gedaan, maar goed ook, anders was het allemaal aan de handdoek geplakt, want ik had er een handdoek overheen. In totaal moet het deeg voor 40 minuten in de oven. De eerste 10 minuten op 220 graden en de overige 30 minuten moet 20 graden lager. Dus het begint met 10 minuten op 220 graden en dan nog 30 minuten op 200 graden. Dus het staat allemaal beschreven op de verpakking. Het was in ieder geval goed gerezen. Het was alleen een beetje jammer dat ik het vershoutfolie eraf moest halen. Want het was echt heel erg mooi zoals je zag. Maar ja, ik hoop gewoon dat het alsnog straks eruit ziet als een lekker brood. En het gaat natuurlijk uiteindelijk om de smaak. Dus ja, ik ga nou mijn timer weer zetten. En de timer van de oven staat ook. Dus maar dan kan ik hem even meenemen naar de woonkamer toe. Die ga ik zetten op 40 minuten. Zo. Kijk, nou, die heb ik op 40 minuten gezet. Ja, als je nou bijvoorbeeld bakt in een hete luchtoven, die stand zit ook op onze oven. Maar dan kun je beginnen met 200 graden en dan na 10 minuten op 180 graden. En dat dan voor 30 minuten. Dus het klinkt een beetje ingewikkeld, maar het is allemaal heel netjes beschreven op de verpakking. Ik probeer nog wel contact te krijgen met Lidl om te vragen ja, of hun misschien weten waarom het deeg zo heel erg kleverig blijft. Of misschien dat dat wel hoort. Maar op een gegeven moment moet je er een bol van maken en dat is gewoon niet te doen. Dus ja, maar als dit gewoon werkt, dan hoef je er geen bol van te maken. Dan, ja, dan ga je gewoon het deeg een beetje proberen te kneden en dan stop je het in de vorm. En dan dus 45 minuten rijzen, wat ik net heb gedaan. Ja, nou ga ik wachten tot het brood klaar is en dan laat ik het aan jullie zien. Wat ik nog vergeten ben en wat op de verpakking staat, is dat je een gat moet snijden van 1 centimeter diep. Dus dat ga ik nog wel eventjes doen. Zo. En dan gauw maar weer dicht. Maar het is beter dat ik het nu doe dan net.
omdat het deeg zo ontzettend kleverig was. Kijk maar nou. Zie je dit? Nou, het brood is klaar. Het heeft in totaal 40 minuten gebakken. Dan gaan we alleen even kijken of die wel echt goed is van binnen. Daarvoor heb ik een prikkertje. En dan prik ik erin. En hij komt er bijna schoon uit. Nog niet helemaal. Op de verpakking stond ook dat het per oven kan verschillen. Dus ik ga hem nog 10 minuten weer terug doen in de oven. Dus we hebben nog heel eventjes geduld nodig. Ik heb het brood nog 10 minuutjes langer laten bakken. En nu is het helemaal gaar. Ik zet hem eventjes hier op de oven neer. En dan haal ik de schaal eruit met het water. Zo. Gloeiend heet is dat. Zo, die laat ik hier staan. En dan en vervolgens ga ik het brood hier op het rooster doen. Dan doe ik wel eventjes het rooster naar voren en dan moet hij daarop afkoelen. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Ja. Hoe ga ik dat doen? Nou, ik denk dat ik even een pan op de bij moet hebben. Zo. Kijk, ik keer hem om. En dan keer ik hem weer om. Kijk eens. Wow. Ik heb nog nooit een brood gebakken. Het is natuurlijk een simpele methode met de bakmix van Lidl. Kijk. En het was goed dat ik zeg maar dit vergeten was om dat in te snijden. Want ja, dat heb ik natuurlijk later gedaan. Hij zat net denk ik 2 minuten in de oven, toen heb ik dat gedaan. Want aan het begin was het deeg heel erg plakkerig, dus ja, dan had het toch gelijk weer dichtgevallen. Maar nu zie je toch nog een beetje de streep. Een klein beetje effect heeft dat gehad, omdat hij toch nog iets meer ruimte heeft gekregen daardoor. Nu moet ik het laten afkoelen op het rooster. Dus ik laat de oven openstaan. En ja, dan gaan we wachten tot het een beetje is afgekoeld. En dan gaan we proeven. Nou, het brood is af. En nou gaan we proeven. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Even kijken, laten we dit even snijden. Ja. Ik heb geen mes. Het ligt niet op de broodplank, want die zit inmiddels in de afwas. Maar daar gaan we. Hij kraakt wel mooi. Ja, vind ik ook. Echt vers. Verser dan dit kan je niet krijgen. Pok. Oké, dit is de binnenkant. Nou, als we daar dan eventjes de helft van doen. Dat is goed. Oké. We gaan proeven. Hij ruikt wel lekker. Lekker vers. Boter erop. Plakje kaas erop. Kijk, hij ziet er wel lekker luchtig uit van binnen. Aan deze kant. Ik vind hem goed gelukt. Ik ook. En ik heb ook nog een zonnebloempitten
mix voor zonnebloempettenbrood en voor korenbrood. Dus ja. Dat wordt je. Die ga ik ook nog maken. Ja, maar dat is in principe hetzelfde idee als dit brood. Alleen zitten er dan andere ingrediënten in de mix. Ja, dat is het eigenlijk. Hij ziet er wel mooi uit, het hele brood. Ja. Kijk. En dit is de onderkant. Dat is zo mooi, omdat ik zo'n cakeblik, tenminste cakevorm, een siliconenvorm heb gebruikt. En hoe ik hem ga bewaren, zodat hij vers blijft. Ik ga hem inpakken in, hoe noem je dat spul? Folie? Nee. Oké. Ik zal het even pakken. Zo. Ja. Ik ga hem inpakken in bakpapier. Ik denk dat hij dan wel vers blijft. En dan leg ik hem mooi hier op. Mm. Op het aanrecht, dat staat leuk. En dan deze erop. Ik vind hem echt super. Oeps, kijk. Dan leg ik hem hier op. Deksel erop. En dan kun je zo een lekker plakje pakken als je er zin in hebt. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Doei!